iemand een groen-wit hart heeft, dan is hij het wel. Ik heb het over Bert Swiers. Hij was speler, hij was trainer en had verschillende bestuursfuncties binnen de club. De laatste 20 jaar was hij voorzitter. Jongstleden zaterdag gooide hij het bijltje, CQ-voorzittershamer, erbij neer. Hij is trainer geweest, hij is zelfspeler geweest. Maar ik denk dat hij zijn grootste verliezen vooral liggen op het gebied van het bestuur. We moesten echt wel ons best doen en niet echt even praten of zo. Dat wilde hij niet. Nee. Hij was soms alleen het bestuur. Als je over Sjedoor zou praten, praat je ook over Bert Swiers. Nou, ik denk dat Bert een echte Noorderling is van niet te veel woorden, maar doen. Dus een beetje het Feyenoord-clublied, geen woorden, maar daden. Bert is Sudoza. Als 17-jarige zat Bert Swiers al voor Sudoza in het bestuur. Hij volleybalde er zelf, werd later trainer en was de laatste 20 jaar voorzitter. Zaterdag nam hij afscheid. Speciaal daarvoor zocht Sudoza het oude volleybalteam van Swiers op. Zij lieten zien hoe het er 40 jaar geleden tijdens de trainingen aan toe ging. En even nog een dankbaar applaus voor onze gladiatoren. Ik wil de spelers, Wilfers, verzoeken allemaal eventjes zich op te stellen achter de zijlijn van het volleybalveld. De tenen keurig tegen de lijn aan. Ja, links, 2, 3, 4, links, links. Links, 2, 3. Links. Kort, kort, lang, lang. Kort, kort, lang, lang. Kort, kort, lang, lang. En hoog en laag. En hoog en laag. Voor die heren die hier staan, daar heb ik allemaal zelf mee gevolleybald. Hoog en laag. En de dames die hier staan, die heb ik allemaal getraind. Althans, de meeste. Ja, ik denk allemaal. Wat vind je ervan? Ik vond het gezellig. Ik vind het leuk om ze nog eens een keer terug te zien als volleyballer. Wat voor volleyballer was jij zelf? Ik was geen topper, maar ik heb wel in het eerste team van Sudoza gespeeld. Bij de heren, overgangsklasse. Nou, in die tijd had je hoofdklasse en overgangsklasse, dus de Eredivisie was er toen nog niet. Ik speelde aanvaller, gewoon gemiddelde volleyballer. Een beetje lui. Dan heb je het wel goed getypeerd, denk ik. Maar wel altijd ermee bezig. Ik geloof nooit dat hij tot de upper ten van Sudoza heeft behoord. Maar dat zou ik niet helemaal zeker weten. In die tijd was ik zelf trainer van de club. Dus ik heb deze oefeningen komen heel bekend voor. Die heb ik zelf vroeger ook gegeven. We moesten echt wel ons best doen en niet echt... Even praten of zo, dat wilde hij niet. Nee. Waar kon je dat nog meer aan merken, dat hij toch wel fanatiek was? Hij had ons goed onder de duim, hè? En met zijn stem. Ja, toch wel. En daar staan ze dan, de jongens van nu. Ja, weer achter de bal. Hup! Komen. Die aanvallen sneller erbij. Die midden achter moet sneller komen. Deze jeugd gaat het zeker maken. En de jeugd die blijft het altijd maken, omdat wij... Vanaf de minis, de vereniging wel zo georganiseerd hebben, dat er altijd goede talenten komen bovendrijven. Daar ben ik van overtuigd. Er is natuurlijk niks mooier om te zien dat de jeugd het ook echt gaat maken, ja. Maar dan ga je weg. Jawel, maar ik ben Assenaar en ik blijf wel in Assen wonen. En men zal mij regelmatig hier in de sporthal zien. En ik blijf ook regelmatig kijken naar het volleybal, de jeugd, maar ook de rest van het team van Sudoza. Ze zullen regelmatig mee hier aantreffen. Dat blijf ik wel doen. Hoi. Zeg, hoi. En zoals het hoort bij een afscheid was er ook een receptie met bloemen en cadeaus. En met burgemeester Van As van Assen. En het is dan ook met grote vreugde dat ik u mag meedelen dat al uw activiteiten voor het volleybal gebeuren in en voor Assen. En zeker ook uw landelijke activiteiten en inspanningen ertoe hebben geleid dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast de koninklijke onderscheiding kreeg Swiers van de Nederlandse Volleybalbond een speldje voor al zijn verdiensten op het gebied van het regionale en landelijke volleybal. Nou,
Kijk, het is natuurlijk zo, wat de heer Evert net al verteld heeft. Ja, ik heb me heel nadrukkelijk ook met het bondsgebeuren bemoeid. En zeker op districtsniveau heb ik een hele belangrijke bijdrage geleverd. En niet alleen op districtsniveau. Ik ben ook regelmatig op nationale vergaderingen voor het eerste herenteam. Ja, ik vind het wel leuk, moet ik zeggen. Welke doet je het meest van de twee die je op hebt? Nou, toch maar die van Haar Majesteit. Ik denk dat hij niet zo laat blijkt, maar ik denk dat hij heel erg trots is. Nou, ik ken hem alles behalve cool. Hij is erg gezellig en lief. En het is denk ik een soort verlegenheid van hem dat hij zich zo voordoet. Maar zo is hij thuis helemaal niet. Oh, zeker zal ik nog eens in een commissie zitten en iets helpen organiseren. Dan kunnen ze een beroep op me doen. Dat gebeurt wel. Nog langer niet weg hier stiekem, hè? Oh, nee. Maar niet meer de geweldige druk op mijn schouders van het moeten. En de druk van dit moet geregeld worden, dat moet geregeld worden. Hier moet om denken, daar moet om denken. Want vergis je niet, dat is een enorme druk. Tronden geleden? Nee, ik kan gelukkig heel wat aan. En anders was het ook niet mogelijk geweest. Ik heb er niet onder geleden. Ik heb er heel veel plezier aan gehad. Bert Zwiers.